Het beeldhouwwerk Zelfportret Vincent van Gogh, 1889, van beeldhouwer Ian Sluiters en schilder Maud Jongsma van Loon uit Oosterwijk, is gisteren uitgeroepen tot publiekswinnaar van AVRO Tros van Gogh-wedstrijd. Het beeld is gekozen uit 3700 inzendingen. Het werk is een driedimensionaal beeld waarbij slechts één zijde is beschilderd. Op vrijdag 25 mei had Frans Kapteins een receptie ter ere van zijn 25 jaar boswachter. En natuurlijk was dit gevierd in het Grootspijk. Hoe is het begonnen 25 jaar geleden? 25 jaar geleden, ja, dat is mooi. 25 jaar geleden was ik, zeg maar, werd ik eigenlijk beheerder van bezoekerscentrum Oosterwijk. Toen begon ik. Ik had net een jong kindje erbij gekregen. Hoe oud was je toen? Ik was toen, 25 jaar terugtellen, dat is wel lastig. Daar heb ik niet aan gedacht om dat te doen. Maar ik ben nu 62, dus dan mogen de kijkers zelf terug gaan tellen. Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik hier met plezier ben begonnen. Ik heb een ontzettend leuke tijd gehad. Die tijd was zo leuk. Ik had een fantastisch mooi team. We hebben ook zelfs een prijs gewonnen van Natuurmonumenten. En uiteindelijk hebben ze gevraagd of ik in Limburg hetzelfde wil gaan doen. Dus ik ben ook nog 5 jaar in Limburg gaan werken. En dan heb je al verschrikkelijk gemist. Ook heb je jaren programma's gemaakt voor Lovo. Je werkt voor Omroep Brabant met je programma Stuifmeel. Ja, je bent natuurlijk wel bekend geworden. Maar als je nou hier in dit nieuwe bezoekerscentrum staat, dan ben jij natuurlijk wel een hele trotse man. Absoluut. En dat ik hier mijn feestje mag vieren. Hè? Op 15/5/2015 om 15 uur, 25 jaar in een nieuw gebouw. Ja, en dan hier op dit plekje in Oosterwijk, waar ook mijn hart in verpand is. Want ik bedoel, uiteindelijk, ja, dit is een van de mooiste stukjes van Oosterwijk. En zeker als je hier, zeg maar, nu die gelegenheid hier omheen ziet. Een prachtig terras, een mooie ruimte waar mensen lekker kunnen toeven, op zijn Brabants gezegd. En nou ja, goed, uiteindelijk is het gewoon voor elke Oosterwijker weer hun plekje waar ze weer naartoe kunnen komen. De directeur van Natuurmonumenten Nederland, zijn medewerkers en bedrijfsleider Anja van der Ven feliciteerde hem. Het buurteam Thuiszorg Oost gaat verhuizen van de Vloed naar de Verwielstraat. En naast mij zit Jolanda Diele. Jolanda Diele, waarom gaan jullie verhuizen? Nou, wij gaan verhuizen omdat wij een zelfstandig team zijn en wij willen gewoon daarin al helemaal zelf functioneren. En ons leek het beter en duidelijker voor de mensen om een eigen kantoor te hebben en niet binnen de Vloed. Als er een team Oost is, is ook een team West. Ja, dat klopt helemaal. Die werken eigenlijk precies hetzelfde als wij. Omdat Oosterwijk heel groot is, hebben wij gewoon gesplitst in twee teams. Is fijner en prettiger voor de mensen. Bettine Bader zit naast haar. Bettine, wat doet jullie team eigenlijk? Ons team biedt thuiszorg bij de mensen, wijkverpleging, verpleging en verzorging bij de mensen aan huis. Dat wil zeggen, ik heb iets en ik wil geholpen worden, dan bel ik jullie of hoe gaat het dan? Ja, dat kan. Wij zijn als team hebben een eigen telefoonnummer, daarop zijn we 24 uur per dag bereikbaar. Het kan zijn dat iemand zelf ons belt omdat hij problemen heeft in de thuissituatie naar aanleiding van medische problemen of beperkingen en daar graag ondersteuning bij wil. En wij komen dan langs om te kijken wat het probleem is en in hoeverre wij mee kunnen denken aan een oplossing of in hoeverre er echt professionele zorg nodig is. Het is algemeen bekend dat de seniorengroep alleen maar groeit. Er komt een bergwerk, een bultwerk op jullie af. Is dat dan de bemensen? We weten allemaal dat er heel veel werk zal komen, omdat er sprake is van een dubbele vergrijzing. Daarom is het heel belangrijk dat we veel aandacht hebben voor de zelfredzaamheid van de mensen. Dat is dan ook waar wij vaak op insteken, om te kijken in hoeverre wij mensen in hun eigen kracht kunnen zetten en weer zelfstandig kunnen laten worden. Door het gebruik van hulpmiddelen of van zorgtechnologie of gewoon door simpele adviezen en tips. Daarnaast proberen we ook om mensen te laten kijken in hun omgeving, in hun eigen netwerk, of daar misschien mogelijkheden zijn waarbij ze ondersteuning kunnen krijgen. En eigenlijk pas als die twee opties niet voldoende bieden, dan komt de professionele zorg van ons om de hoek kijken.